Goedenavond dames en heren, welkom in de aanvoerstudio, waar zojuist door Dolf van der Linden en zijn metropoolorkest de eerste klanken zijn ingezet voor de lang verwachte finale van het Europese Songfestival. 10 landen zijn hier vanavond vertegenwoordigd en naar schatting kan worden aangenomen dat op dit moment zo'n 25 miljoen kijkers verspreid over heel Europa deze uitzending zullen gaan volgen. 10 juries en 10 landen zullen over een uur de winnaar of winnares bekendmaken. En het eerste land door loting aangewezen is Italië, dat de zeer populaire 30-jarige Domenico Modugno heeft afgevaardigd. Hij zingt een eigen compositie, Nel blu dipinto di blu. Dit is de geschiedenis van een droom. Het Metropoolorkest komt nu onder leiding van de in Londen woonachtige Italiaanse dirigent Alberto Semprini. Hier ziet u hem. Nel blu dipinto di blu. Het eerste liedje. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. En dat was dan Domenico Modugno voor Italië met als gastdirigent Alberto Semprini in Nel Blu di Pinto di Blu. En nu direct dan, dames en heren, onze aandacht voor de Nederlandse bijdrage, gezongen door Corrie Brokken. Tekst en muziek zijn van Benny Vreden, die hier natuurlijk in de zaal aanwezig is. Wel nu dan, Corrie, veel succes, want heel Europa kijkt en luistert naar heel de wereld. Zal ik via kaarten kennis geven? Zal ik adverteren in de krant? Hoe ik het vertel is mij onteven, maar het moet door het land. Bravo Corrie Brokken, uitstekend gedaan. En we zijn benieuwd straks naar de reactie van de internationale jury. En hierna dan de beurt, dames en heren, aan Frankrijk. We krijgen dan André Clavaux met het lied Deur mon amour. Op muziek van Hubert Giraud. Het is een liedje dat, hoe kan het anders bij de Fransen, de liefde tot onderwerp heeft. Daar is André Clavaux en met hem is meegekomen de Franse dirigent Franck Purcell. We gaan dus voor Frankrijk luisteren naar André Clavaux met Deur mon amour, het derde liedje. Dors, mon amour,
soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit nous comprendra. Protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur, dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Ma princesse enfermée dans sa tour, avec tous les refrains de la nuit, ma princesse endormie. Je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie, et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Oh, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit nous comprend. Oh, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur, dors au creux de mon cœur. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, et je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Dors, mon amour, ma princesse endormie dans sa tour, j'aperçois le sourire du matin. Voici le soleil de demain, le grand soleil de l'amour éternel. En een welverdiend applaus ook voor André Clavaux en Frank Courcel, de dirigent. Dames en heren, we blijven nog even in de Franse sfeer wanneer we thans uw aandacht vragen voor een van de meest charmante deelnemsters aan dit songfestival, namelijk Soulange Berry. Soulange Berry vertegenwoordigt Luxemburg en zij zingt een liedje van Michel Eric, waarvan de titel voor zichzelf spreekt, namelijk Un Grand Amour. Un grand amour, cela a commencé sans qu'on y pense le plus souvent. Et l'on écoute une romance née d'un silence bien émouvant. Car vous savez, lorsque l'on s'aime, les mots eux-mêmes sont de taureaux. À quoi bon rêver d'un poème? L'instant suprême est bien plus beau. Des yeux qui se détournent vite et puis hésitent à revenir vers les yeux qui les sollicitent et les invitent à leur sourire. Voilà comment l'amour s'impose et vous propose.
propose une folie. On ne vit plus la vie en prose, on la transpose en poésie. Un grand amour, hélas, s'achève comme un beau rêve dans un soupir. De nouveau, l'ennui vous assiège. La douce trêve vient de finir. Qu'importe que la vie soit brève et que sa sève s'épuise un jour. Si l'amitié prend la relève, lorsque s'achève un grand amour, si l'amitié prend la relève, lorsque s'achève un grand amour. En eveneens voortreffelijk gezongen door Soulange Berry, begeleid door Dol van der Linden en zijn Metropoolorkest. Dat was dus Luxemburg. En nu dan de eerste Scandinavische deelnemster, en wel Alice Babs uit Zweden. En gekleed in de vriendelijke en kleurige nationale Zweedse dracht, met een hartelijk applaus beloond, zingt Alice Babs over het meisje dat raad vraagt aan een kleine, heldere ster aan de nachtelijke hemel. Lila Stjerna. Alice Babs uit Zweden zong Lila Stjerna.
nu, dames en heren, nadat we 5 liedjes gehoord hebben, een ogenblik tijd voor een muzikaal intermezzo dat de jury's in de verschillende landen even gelegenheid geeft ondertussen na te denken over de beoordeling. Dolf van der Lindens Metropoolorkest, dat hier vanavond voor zo'n zware, maar tevens eervolle taak staat, speelt nu uit de symfonische suite Asséné van Jack Press, daaruit de Wedding Dance. Dolf van der Lindens Metropoolorkest. Dat was Dolf van der Lindens interpretatie van The Wedding Dance. En nu, dames en heren, verder met het tweede gedeelte van het Songfestival. Het erepodium is nu voor Denemarken, voor de sympathieke Rachel Rastenny en de Deense dirigent Kai Mortensen. En het liedje dat zij zingt heet Jai Roy It Blues, Uth en Min Dobu. Ik hoop dat ik het zo goed zeg. Het is het verhaal van een verloren liefde waarvan de herinnering spreekt uit een dagboek. Hier komt Rachel Rastenny. En daarachter de dirigent Kai Mortensen. Het is dus het 6e liedje. Så fortrød jeg, fejlen var min, fornuften kjærden snød mig. Det vi havde sammen var smukt og stort. Ved du hvad jeg nu i dag har gjort? Jeg rev et blad ud af min dagbog. Hvert lille har jeg fortrudt, kære, hvad nytter det, at jeg er
älska väl och slut. Os det är svårt, så vill jag lova dig det aldrig händer mer. Jag rev ett blad ur min dagbok. Gör du likadan min vän? Hedrar du mig? For så vidt er der grund nok, min jalousi, der var jeg mere end ond nok. Prøv du på at tilgive, at jeg var slem. Og hvis du er stor nok, jeg så glem. Jeg rev et blad ud af min dagbog. Hvert lille ord har jeg hvad nytter det, at jeg er bagklog? Hvis du synes, alt skal være slut, prøv på at tilgive mig, om også det er svært, så vil jeg love dig, det aldrig hænder mere. Min dagbog, gør du lige sådan, min ven? Gør du lige sådan, min ven? Dat was Rachel Rastenny voor Denemarken met als gastdirigent Kai Mortensen. En ik heb zo de indruk, dames en heren, dat de jury's het niet gemakkelijk zullen krijgen vanavond. Het zevende liedje wordt hier gepresenteerd door België. En wel door Fuut Leclerc. Fuut Leclerc zingt voor België een melodie op tekst en muziek van André Douai. En het liedje is getiteld Ma Petite Chatte. Het is een verhaal over een onverwachte ontmoeting met een wel heel erg lief meisje. Zoals hij zelf zegt, une petite chatte. J'étais dans un jour de cafard, ça peut vous arriver demain. J'allais dans les rues au hasard, sans but et ne pensant à rien. Quand je l'aperçus, elle s'avançait vers moi. C'est à ne pas y croire, mais voilà. Elle avait tous les atouts dans son jeu et du chic jusqu'au bout des doigts. Des arguments veux-tu, en voilà qui mettaient dans tous mes états. Elle avait un drôle de petit air, de ne pas en avoir l'air. Elle me souriait sûr de son petit effet. Je ne croyais pas qu'il pouvait y avoir sur la terre des joujoux comme ça. C'était un rêve de voir cette petite chatte-là, pas plus haute que ça, avec des yeux fripons, comme on le dit dans les chansons, et tout ce qu'il faut pour plaire aux garçons. Et ce fut un roman d'amour, une histoire qui finit bien, et comme cela se fait toujours, je l'ai épousée un beau matin. Et le soir venu, je n'ose pas y penser. C'est à ne pas y croire, mais sachez, elle avait tous les atouts dans son jeu et du chien jusqu'au bout des doigts.
En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle me mit dans tous mes états. Elle avait un drôle de petit air de ne pas en avoir l'air. Elle me souriait sûr de son petit effet. Je ne croyais pas qu'il pouvait y avoir sur la terre des joujoux comme ça. C'était un rêve de voir cette petite chatte là blottie dans mes bras, avec des yeux fripons, comme on le dit dans les chansons, et tout ce qu'il faut pour plaire aux garçons, et tout ce qui peut vous faire perdre la raison, et tout ce qu'on ne peut pas dire en chanson. En dat was dus Fuut de Clair voor België. Hebt u uw keuze al bepaald, dames en heren? Het is geloof ik niet zo eenvoudig. En nu als achtste in de rij de Duitse bijdrage die vertolkt wordt door de zeer populaire Duitse filmster, modeontwerpster, zangeres Margot Hiltje. Na al die verkiezingen van Miss Wereld, Miss Europa, Miss Mode enzovoort enzovoort, zou Margot Hiltje zo graag Miss Jukebox zijn, oftewel Miss Muziekautomaat. En daarom zingt Margot Hiltje voor 2 Groschen muziek. Man wählte die Miss Germany, Miss Frankreich und Miss Italie. Es gibt sogar Miss Mode und Miss Wein. Doch weil Musik ein jeder liebt und es Miss Jukebox noch nicht gibt, möcht ich so gerne mal Miss Jukebox sein. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und der Alltag versinkt, wenn froh Musik erklingt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Wollt ihr leise Musik, wollt ihr heiße Musik, oder findet ihr Moll einfach wundervoll? Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Darf es Dixieland sein oder Lieder vom Rhein? Oder liebt irgendwer Verdis Opernmäher? Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik. Hier der Mann am Klavier, hier der Marsch so sich fehlt, hier der Förster, der singt, wenn die Heimatglocke klingt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. En dat was dan Margot Jukebox Hiltje voor Duitsland met het liedje Für 2 Groschen Musik. De tekst van de Oostenrijkse bijdrage die nu volgt is weer gericht op de liefde. En het liedje wordt gezongen door de Oostenrijkse zangeres Liana Augustin. En hier zijn Liana Augustin en gastdirigent Willy Pantel met het liedje Die ganze Welt braucht Liebe.
bei mir anders sein. Im großen Weltgetriebe hat selbst der kleinste Stein ein kleines zweites Steinchen. Soll's bei mir anders sein? Nein, auch mein Herz hat Sehnsucht und braucht ein zweites Herz, das mich zu verstehen sucht, in Freuden, doch auch im Schmerz. Die Welt wär kalt und trübe, küsst sie kein Sonnenschein. Und jedes Herz braucht Liebe, soll's bei mir anders sein? Nein, es kann gar nicht anders sein. Die Wange will umschmeichelt sein, der Mund braucht Zärtlichkeit, die Hand, sie will gestreichelt sein, so ist es heut und alle Zeit. Die ganze Welt braucht Liebe. Auch mein Herz hat Sehnsucht und braucht ein zweites Herz, das mich zu verstehen sucht, in Freuden, doch auch im Schmerz. Die Welt wär kalt und trübe, küsst sie kein Sonnenschein. Und jedes Herz braucht Liebe, soll's bei mir anders sein? Nein, kann gar nicht anders sein. En dat was Liana Augustin en het Metropoolorkest onder leiding van Willy Fantel met Die ganze Welt, de Oostenrijkse bijdrage dus. En tot slot, dames en heren, van dit festival Zwitserland met het 10e en dus laatste liedje dat gezongen werd door Lies Assia. Lies Assia, geen onbekende in Nederland en winnares van het Songfestival in 1956. Het orkest komt nu dadelijk onder leiding van de Zwitserse dirigent Paul Burkhardt. Daar is Lies Assia en zij zingt een liedje over een verblijf aan het Lago Maggiore. Een verblijf met Giorgio. Giorgio, Giorgio, oh Giorgio vom Lago Maggiore, Giorgio, ein Weekend mit dir in der Schola am Lago Maggiore, mit Chianti, 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 ein Weekend mit dir und Risotto, 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 oh Giorgio, ein Weekend mit dir in der Schola am Lago Maggiore. Con amore, molto amore, oh Giorgio, Giorgio. Un ristorante alla piazza. Cameriere? Signore, signorina, per favore. Un espresso? No, vino, oh Giorgio. Giorgio, oh Giorgio vom Lago Maggiore, Giorgio ein Weekend mit dir in Ascona am Lago Maggiore, mit Chianti, 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 ein Weekend mit dir und Polenta, 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 oh Giorgio ein Weekend mit dir in Ascona am Lago Maggiore, con amore, molto amore, oh Giorgio. Giorgio. Una notte sulla luna,
una barca, il lago, le montagne e le palme, giardini, fiori, mimose. Ciorcio, ciorcio, com lago maggiore, in Ascona, am lago maggiore, con amore. Molto amore. La 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 la. Con amore, molto amore. O Giorgio, Giorgio. Mio caro, mia cara, addio. Arrivederci, mia bella, bella bionda. Addio. Ciao, Giorgio. Oh, Giorgio, Giorgio. La 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 la. Giorgio, Giorgio. En dat was Isassia in een voortreffelijke uitvoering van Giorgio, met als dirigent Paul Burkhardt. En dames en heren, u ziet nu Hanny Lips opkomen in verband met een extra mededeling. Ik weet niet in welke taal ze gaat spreken. Dames en heren, oh. Door technische moeilijkheden in het Eurovisienet is het eerste lied, dat van Italië, straks niet in alle landen ontvangen. Het zal daarom nu nog eens overnieuw gezongen worden. In Engels. You are informed that because of technical difficulties on the Eurovision network, the first song, Italy, hasn't been seen and heard in various countries. Therefore, this song will be repeated again. En français. Par suite d'un incident technique sur le réseau européen de la chanson numéro 1, l'Italie, n'a pas été reçue dans certains pays. Elle sera présentée à nouveau maintenant. En dus, dames en heren, dat is de oorzaak dat we nog één keer de Italiaanse bijdrage krijgen, omdat het liedje dus, zoals u van Hanny Lips hebt gehoord, in de meeste landen niet is ontvangen. Hier zijn dus weer Domenico Modugno en als dirigent Semprini met Nel Blu, Di Pinto, Di Blu. U kunt het dus nog eens horen. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, oh. Cantare. Nel blu, dipinto di blu,
felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Con te. En dat was dan voor de tweede maal, dames en heren, Domenico Modugno met Nel Blu di Pinto di Blu. Zeker niet gemakkelijk geweest voor hem. Hij was immers al de spanning kwijt en moest opnieuw beginnen. En daarmee hebben we dan de 10 liedjes gehoord. En misschien hebt u voor uzelf al een keuze gemaakt nu. Maar terwijl de telefoonverbindingen ongetwijfeld met alle deelnemende landen onder hoogspanning staan in verband met de juryuitspraak, nogmaals een muzikaal intermezzo door Dolf van der Linden en zijn metropoolorkest. U hoort het bekende Chelito Lindo van Fernandez. Dat was dan Chelito Lindo van Fernandez, gespeeld door Dolf van der Linden en zijn Metropoolorkest. En dan zijn we nu
dames en heren, gekomen aan een belangrijk moment. Want nu zullen wij worden verbonden met de jury's in de verschillende landen. En Hanny Lips gaat als telefoonmeisje optreden. Dat is zeker niet laatdunkend bedoeld. Het is zelfs erg belangrijk, want wij zullen dus nu direct de punten hier zien verschijnen. In de 10 landen zitten de jury's bestaande uit 10 personen. Ieder lid van een jury mag 1 punt geven. Hallo? Zodat een jury niet meer dan 10 punten aan de totale liedjes kan verstrekken. Hier komt Zürich. Bonsoir, Zürich. Bonsoir, Iversum. Voulez-vous me donner le résultat du jury suisse? Bien volontiers. Numéro 1, Italie, 1 point. Le numéro 1, Italie, 1 point. 1 punt dus voor Italië. Numéro 2, Pays-Bas, 1 point. Numéro 2, Pays-Bas, 1 point. 1 punt voor Nederland. France, 1 point. Numéro 3, France, 1 point. 1 punt voor Frankrijk. Numéro 4, Luxembourg, 1 point. Numéro 4, Luxembourg, 1 point. 1 punt voor Luxemburg. Numéro 5, Suède, 3 points. Numéro 5, Suède, 3 points. Daar krijgen we een voorsprong. Numéro 7, 3 punten. Belgique, 1 point. Numéro 7, Belgique, 1 point. 1 punt voor België. Numéro 9, Autriche, 2 points. Numéro 9, Autriche, 2 points. C'est ça. Dat was dus de uitslag uit Zwitserland. U ziet het, de Zweedse liedje heeft de leiding genomen met 3 punten. En dan Oostenrijk met die ganze Weltbrachliebe en dan enkele landen met 1 punt, waaronder Nederland. Eens kijken wie Hanny Lips nu gaat oproepen. Eerst gaan de cijfers weer naar 0. And now, will you please connect me with Vienna? Wenen dus, Oostenrijk. Vienna. Good evening, Vienna. Of the Austrian jury. Good evening. Hello. Can you hear me? Here's Vienna. Yes, good evening. Here's the vote of the Austrian jury. Will you number please get... Number one. Yes. Italy. Yes. One vote. Number one, Italy. Number three. Wait a minute. Number one, Italy. Seven votes. One vote. Yes. Number five. Sweden, one vote. Number 5. Number 8. Wait a minute, please. Dit gaat niet helemaal juist, dames en heren. U merkt het. Er is geen goed telefonisch contact. I have to repeat your words, you see. So, will you speak slowly? Then we start again. Number 1, Italy, number one point. One, Italy. Yes. One vote. Okay. Yes, go on. Number 3, France. 7 votes. Number 3, France. 7 votes. 7 punten voor Frankrijk. Number 5, Sweden. 1 vote. Number 5, Sweden. 1 vote. Is that correct? 1 vote. Number 8. Yes, number 8. Germany. Germany. 1 vote. How many? 1 vote. 1 vote. That's all. That's all. Yes, thank you very much. En u ziet dus dat Frankrijk plotseling een grote voorsprong heeft genomen met 8 punten. Op de tweede plaats nog steeds gevolgd door het Zweedse liedje. Italië 3. En eens even op het scorebord kijken. Will you please connect me Oostenrijk 4. Wachten is op Keulen. Ja. Ja. Het punt aantal nummer 5 dus. Well, we made a mistake. Sweden must have 5 points instead of 4. Is it, was it right? It was 4. Oh, thank you. There was no mistake. Goed zo, Hanny. Will you please connect me with Cologne? Good evening, Cologne. Good evening. We decided on number 1, Italy.
with 4 points. Aha. Number one. Italië, 4 punten. Italy, 4 points. Yes, exactly. Number three, France, with 1 point. Number three, France, 1 point. Yes. And number seven, Belgium, with 5 points. Number seven, Belgium, 5 points. Yes, yes, yes. Yes, okay. Duitsland geeft aan België Thank 5 you punten. Very much. Good evening, Chloe. Het wordt zeer spannend. Franse liedje op de eerste plaats, Italiaans op de tweede. Gelijk met het Belgische. Italië en België staan samen op de tweede plaats. Voulez-vous me donner Bruxelles? Terwijl Dor mon amour van André Clavo 9 punten heeft, het hoogste aantal dus op dit moment. Bonsoir Bruxelles. Hallo, bonsoir. Dit wordt zeer spannend. Voulez-vous me donner le résultat de jury belge? 1, Italie, 4 points. Numéro 1, Italie, 4 points. Opnieuw 4 punten naar Italië. Numéro 3, France, 1 point. Numéro 3, France, 1 point. Frankrijk Numéro 5, begint wat af te Suède, zakken. 1 point. Numéro 5, Suède, 1 point. Numéro 8, 1 punt Allemagne, voor Zweden. 1 point. Numéro 8, 1 punt voor Allemagne, Duitsland. 1 point. Numéro 9, 1 punt Autriche, voor Oostenrijk. Numéro 10, Suisse, 2 points. Numéro 10, Suisse, 2 points. Zwitserland, 2 punten. En we zien nu Merci dat de Bruxelles. Italianen gelijk staan met de Fransen. Beide 10 punten. Dan komt op de derde plaats het Belgische liedje met 6 punten. En op de vierde plaats Zweden met 5 punten. U ziet hoe die score steeds verandert. Ik moet er nog even bij zeggen dat de jury in het betreffende land natuurlijk geen oordeel mag uitspreken over zijn eigen liedje. Dus alleen de 9 andere landen, niet het eigen lied. Dus de Nederlandse jury mag niet over het Nederlandse liedje spreken. Good evening, Copenhagen. Good evening. Daar is Will Zweden. You please give me the result of the Danish jury? Oh yes, it's from Denmark here. We have given 9 marks to France. France, 9 marks. And that's number three. Number three, France, 9 marks. 9 punten voor Frankrijk. And number seven. Belgium, 1 mark. Belgium, 1 punt mark. Voor België. It's all. That's ja, all. Yes, dat is I zo. See. 9 punten maar eventjes uit, ik meen Zweden, voor het Franse liedje. Dat nu toch wel heel sterk voor begint te komen. Dat was de Deense jury, zoals Hannie Lips zegt. And now, will you please connect me with Göteborg? De Zweedse jury vraagt Hannie Lips nu aan. Good evening, Göteborg. Hallo? Good evening, Göteborg. Good evening. Will you please give me the result of the Swedish jury? Yes, it's as follows. Number one, Italy, 1 point. Number one, 1 Italy, punt voor Italië uit Zweden. Number three, France, 1 point. Number three, France, 1 point. Het Franse liedje Number nu maar 1 punt. Denmark, 1 point. Number six, Denmark, 1 point. Number seven, Belgium, 1 point. Number seven, Belgium, 1 point. Number eight, Germany, 1 point. Duitsland ook 1 punt. Germany, 1 point. De jury is het Number daar niet met elkaar nine, eens geweest. Austria, 1 point. Number 9, Austria, 1 point. And number 10, Switzerland, 4 points. Number 10, Switzerland, 4 points. Zwitserland krijgt 4 punten uit Zweden. That's okay. Ja. Thank you. 4 en 3. Thank you, Göteborg. Ja. Nog even de stand bekijken. So Frankrijk duidelijk voor met 20 jury. Punten. Op de tweede plaats Italië met 11 punten. Ik heb de indruk dat Denemarken door zijn 9 punten aan het Franse liedje wel sterk heeft bijgedragen tot een grote voorsprong van de Fransen. Nu wachten we op de jury uit Luxemburg. Bonsoir, is dat nu? Ici nos résultats. Oui. Numéro 3, France, 1 point. 1. Pardon, vous dites? Numéro 3, France, 1 point. Le numéro 3, la France. 1 point. Oui. 1 punt voor Frankrijk. Numéro 5, la Suède, 3 points. Le numéro 9, Autriche, 1 point.
Le numéro 9, Autriche, 1 point. Et le numéro 10, Suisse, 5 points. Le numéro 10, Suisse, 5 points. Zwitserland krijgt 5 punten uit Luxemburg. Merci Luxembourg. Nog steeds Frankrijk 1. C'était le résultat du jury Luxembourg. Italië 2. Zweden en België 3. En 4. En dan volgen de anderen. Ik merk op dat helaas het Nederlandse liedje niet zo erg is ingeslagen. Het heeft nog maar 1 punt op het ogenblik. Evenals Bonsoir, de Grand Amour. Uit Luxemburg. De Franse jury. Et lentement, s'il vous plaît. Eh bien, voici nos résultats. Nous avons l'Autriche qui a eu 3 voix. Oostenrijk 3 punten. Pardon, vous dites l'Autriche. 3. Le numéro 9. Le numéro, c'est l'Autriche, c'est le 2. Pardon, encore une fois. Le numéro 9, l'Autriche, 3 points. C'est juste. 3 voix. La Suisse, 3 voix. J'entends très mal. Voulez-vous répéter encore une fois? Le numéro 9, l'Autriche, 3 points. La Suisse, 3 voix. La Suisse, le numéro 10, combien de points? 3. 3 punten voor Zwitserland. 1, 2, 3, oui. Het Zwitserse liedje begint wat in te lopen, maar ik heb hier wat letterlijk en figuurlijk hoofden voor me zitten. En dat maakt het een beetje moeilijk om op het scorebord te kijken. Le numéro 6, le Danemark. Allemagne, 2 voix. Oui. Ensuite, Danemark, 1 voix. 1 voix. Et l'Italie, 1 voix. Et l'Italie, le numéro 1, 1 voix. Het Zwitserse liedje is sterk ingelopen. Staat nu op de tweede plaats, is voor het Italiaanse liedje gekomen. Dus 1 Frankrijk, 2 Zwitserland op dit moment en 3 Italië. C'était le résultat du jury français. Ja, nog steeds Deur mon amour uit Frankrijk, 21 punten zoals u ziet. Dan will you please connect me with Bassem? 14 punten en dan krijgen we de uitslag van de Nederlandse jury. Daar zijn we benieuwd naar, dames en heren. Wat heeft Nederland gedacht? Good evening, Bassem. Good evening, Hilversum. Will you please give me the result of the Dutch jury? Yes, the result is as follows. Number 1, Italy, 1 vote. Number 1, Italy, 1 vote. Number 5, Sweden, 2 votes. Number 5, Zweden krijgt Sweden, 2 punten uit Nederland. 2 votes. Number 6, Denmark, 1 vote. Number 6, Denmark, Denemarken, 1 punt. Vote. And number 10, Switzerland, 6 votes. Aha, dat zijn de Nederlanders number die 10, 6 punten geven aan Zwitserland. 6 votes. En nu krijg ik de indruk dit was the result. Dat Frankrijk en Zwitserland bijna gelijk staan. 1 punt Frankrijk voor. Thank you very much, Bassem. Good evening. Dit wordt nog zeer spannend, dames en heren. Plotseling loopt Zwitserland daar sterk in. Frankrijk op de eerste plaats met 21 punten. En met 1 punt minder, met 20 punten, Zwitserland. Het liedje van Lisassia Giorgio. Et finalement, voulez-vous me donner Rome? Nu krijgen we Italië, dat dus de beslissing moet brengen. En wie kan het zeggen? De Italianen Bonsoir, hebben het nu in hun hand. Hallo. Bonsoir. Goed opgelet, Bonsoir. Dames en heren. Voulez-vous me donner le résultat du jury italien? Oui. 21 om 20. Au numéro 3, France, 6 points. Ja. Le numéro 3, Frankrijk heeft gewonnen. 6 points. Want Frankrijk krijgt 6 punten uit Italië en is dus niet meer in te halen. Want er kunnen maar 10 punten door Italië weggegeven worden. Suisse, 4 points. Oui. Daar hebben we het. U ziet het, 27 punten voor Deur mon amour. Zwitserland, 4 points. Oui. De numero 6, 10, la Suisse, 4 points. Oui, c'est ça. Oui, un moment, s'il vous plaît. C'est tout, n'est-ce pas?
Merci, merci Rome. Het is Frankrijk, dames en heren, dat dit festival heeft gewonnen, zoals ik nu de cijfers voor mij zie. U ziet 27 punten voor Frankrijk. Grand Prix Eurovision de la chanson européenne d'Or mon amour. En daar zijn de zeer gelukkige winnaars, André Claveau en de dirigent. André Claveau en de dirigent Frank Courcel met het liedje D'Or mon amour. Je rechante? Oui. Hij wordt gecomplimenteerd door Dolf van der Linden. En hij wil het beneden wel even overdoen, zegt hij. Dat begrijp ik, hij zal zich zeer gelukkig voelen. Het is tegenwoordig de moeite waard om een Europees Songfestival te winnen. En daar is de programmacommissaris van de Nederlandse Televisiestichting, de heer Rengeling. Le Grand Prix d'Eurovision de la chanson européenne a eu lieu pour la troisième fois dans Hollande. Et je veux remercier tout le monde qui a contribué à le succès de ce soir. Je voudrais vivement remercier l'orchestre, le Métropole Orchestre, avec son dirigeant, M. Van der Linden. Je veux féliciter la télévision française, et spécialement M. Darcy. Je voudrais féliciter le componiste, l'auteur, le dirigeant et spécialement vous qui a exécuté la chanson gagnante si superbement. Merci, monsieur. Je voudrais vous donner le prix d'Eurovision de cette année. Eh bien, voilà. Merci. J'espère que vous voulez donner les autres prix en retournant dans votre pays au componiste et à l'auteur. Et j'espère que vous finirez cette émission, si vous voulez encore une fois chanter cette chanson gagnante, et j'espère que cette chanson a une bonne route sur le monde. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie. Merci. Alors. Eh bien, je voudrais remercier naturellement tous les pays qui ont voté pour moi. Je veux remercier mon ami Franck Courcel, grande vedette du disque qui a eu vraiment la gentillesse de m'accompagner jusqu'ici et qui m'a fait cette orchestration. Et je voudrais remercier les auteurs, naturellement, Pierre Delanoë et Hubert Giraud. Merci si vous êtes en France. Croyez que mon cœur bat très fort et que je suis très heureux. En dat was André Claveau met een kort dankwoord waarin hij ook de componist Hubert Giraud en de tekstschrijver Pierre Delanoë bedankte. Le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son bonheur en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce bonheur enchanté. Dors, mon amour,
ma princesse enfermée dans sa tour, avec tous les refrains de la nuit, ma princesse endormie. Je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie, et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Dors, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, et je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Dors, mon amour, ma princesse endormie dans sa tour. J'aperçois le sourire du matin, voici le soleil de demain, le grand soleil de l'amour éternel. André Clavaux, winnaar van het Songfestival 1958, bevrijd van alle spanning en zorgen, zong nog eenmaal het winnende lied Dors, mon amour. Ja, dat kan er nu wel af. Ik moet zeggen, het is een mooi lied, dames en heren. Dat zult u nog eens extra gemerkt hebben toen u er zo rustig naar kon luisteren. Hiermee, dames en heren, willen wij dan deze rechtstreekse televisieuitzending uit de AVRO-studio in Hilversum gaan beëindigen. Het Europese Songfestival 1958 behoort weer tot het verleden. De Nederlandse Televisiestichting heeft het zich tot een eer gerekend als gastheer en organisator van dit unieke evenement te mogen optreden. Onze beste wensen vergezellen de buitenlandse delegaties naar hun diverse woonoorden in Europa, waarvan de bewoners vanavond door het medium televisie voor een kort ogenblik tot één grote familie verenigd zijn geweest. Dames en heren, goedenavond.